Freak. Evers, staat op. Niet, maar als jullie er klaar voor zijn, dan zijn wij dat ook. Het was een pittige maand, hoor, was dit. Was het een pittige maand? Ja, ja. Oh. Als we zouden schrijven bij de regel, elk verdacht pakketje heeft zijn coupletje, dan werd het een versie van 2 uur. Dus ja, een beetje keuzes maken, hè, was het. Nou, er is hoop gebeurd deze maand, hè. Wat is nieuws, is een beetje de vraag. Hè, moet je zingen van Armand is niet meer zijn laatste adem uitgebloot? Of Johan Flemings in acute geestesnood? Nee. Het was Parijs natuurlijk, eerste deel van de maand. November stond jammerlijk in het teken van terrorisme. Waar alles is gezegd en alles is bewezen en net zo hard weerlegd. Dus laten we er daarom maar het minimale over zingen. Twee regels. Twee regels, want een aanslag is een aanslag. En een slachtoffer is een slachtoffer. Toch? Beirut, Parijs of Russisch vliegtuig. Alleen het leed is even groot. Is er gelijkheid? Is er gelijkheid na de dood? Goed, gaan we nu naar belangrijke dingen. Zoals het feit dat deze gezongen column al 1 jaar het maandelijks muzikale dieptepunt van Everstad op is. Het is een soort muzikale menstruatie. Eens per maand beginnen je oren te bloeden. Ik bedoel natuurlijk hoogtepunt. Ik weet niet hoe het met jou is, Richard Kemper, maar ik kan niet wachten tot John de Mol straks met 2 setjes autosleutels en Kim Veenstra in een taart tevoorschijn komt. Nou ja, taart doet natuurlijk niet veel goeds voor je figuur. Maar er zijn sinds deze maand 2 dingen bijgekomen die behoorlijk slecht voor je gezondheid blijken te zijn. Komt ie aan! Neem gerust een broodje knakworst en bak je biefstuk lekker rood. Er is leven na de dood. Kijk onder ons de Sinaï, zegt je Russische piloot. Er is leven na de dood. 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 Er is leven na de dood. En dan hadden Richard en ik ook even een kleine tegenslag te verwerken. Toen deze week de lijst der lijsten weer bekend werd. Hebben wel 100 keer gekeken, maar staan alweer niet in de quote. Er is leven na de dood. Heb je de Voice niet langer nodig, want je staat dus niet meer rood. Er is leven na de dood. Ja, is een denkertje. Na de dood. Na de dood. Na de dood. Na de dood. Er is leven na de dood. Volgens mijn vader in de hemel is het alle dagen feest. En mijn vader kan het weten, want die is er geweest. En dan is het nu tijd voor ego's, ego's, ego's in het nieuws. Stop je per direct bij Ajax, want je bent klaar met het gekloot. Er is leven na de dood. Speel je de hoofdrol in Divorce, maar werd je ego wat te groot. Er is leven na de dood. Zei ik hoofdrol, ik bedoel natuurlijk hoofdrol. Na de dood. Na de dood. Na de dood. Na de dood. Er is leven na de dood. Dus dag Johan en dag Dirk. Maar ook internationaal was het afscheid nemen geblazen. Zoals van Jihadi John. Is slechts een hoopje as nog over toen een VS-drone op je schoot. Er is leven na de dood. En willen we ook graag nog even de groeten doen aan Turkije, nu het nog kan. Wil Poetin zoete wraak nadat je op hun vliegtuig schoot. Er is leven na de dood. Ja, dat is toch iets anders. Als je 1 Russisch vliegtuig uit de lucht schiet, een straaljagertje, dan krijg je de derde wereldoorlog. Maar als je een Maleisisch passagiersvliegtuig uit de lucht schiet, krijg je een boos telefoontje van Frans Timmermans. Na de dood. Na de dood. Na de dood. Na de dood. Er is leven na de dood. En dan even onder het motto, lieverd, als wij ons gemiddelde van 1 per maand dit jaar nog willen halen, zullen we in december toch echt 12 keer met elkaar naar bed moeten. Een klein blokje slecht nieuws voor je seksleven. Zie je door je nieuwe iPhone alleen je eigen vrouw nooit bloot. Er is leven na de dood. Hoezo een slechter seksleven door je iPhone? Ik heb juist dankzij dat ding alweer een beetje een seksleven gekregen. Ja, ik google gewoon een schermvullende foto van Umberto Tan. En dan tape ik mijn toestel op mijn voorhoofd.
En klaar komt Kees. En wat al helemaal slecht nieuws is voor je seksleven, komt hij aan. Word je wakker in een bed naast Charlie Sheen en hij is bloot. Er is leven na de dood. 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 Er is leven na de dood. Heb je je doodsangst overwonnen? Dan is het alle dag een feest. Variatie hoor je. Dus vandaag maar vast begonnen. Want voor je het weet, ben je er geweest. En dan tot slot een beter bewijs van dat het leven niet eindigt na de dood. Konden we deze maand niet vinden. Wenst Henk Krol je dus van harte, dan is de kans behoorlijk groot dat je gaat sterven of je bent al maanden dood. Na de dood, na de dood, er is leven na de dood. Na de dood, na de dood, er is leven na de dood.